Deze week in de toekomstvisie. Tony Bosma, top trendwatcher en futurist omtrent verstorende trends en ontwikkelingen binnen onder andere consumentengedrag, wetenschap en technologie. Wat komt er uit zijn brainscan? Hoe ik de wereld over 10 jaar zie? De komende 10 tot 15 jaar gaat er meer veranderen dan de eeuw die we achter ons hebben gelaten. Ze noemen dat ook wel het popcorn effect. Hè? Oftewel, allerlei nieuwe technologieën en wetenschappen komen bij elkaar en die hebben een versnellend en accelererend effect op elkaar. En dat is de periode waarin we nu middenin zitten. Ze noemen het ook wel transitieperiode. Dat betekent dat de komende 10 tot 15 jaar er enorm veel gaat veranderen en het gaat ons raken tot op persoonlijk vlak. Er ontstaat langzaam een hele contextuele, preventieve wereld waarin technologie naar de achtergrond is verdwenen en waarin de mens weer centraal is komen te staan. Een leuk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de zorg. Je betaalt je huisarts zometeen niet meer als je ziek bent. Nee, je betaalt je huisarts alleen zolang je beter bent. Als je ziek wordt, dan hoef je huisarts niet te betalen, want dat doet hij zijn werk niet goed. We gaan namelijk naar een preventieve wereld waarin dus die huisarts continu jouw gezondheid aan het monitoren is. Je ziet het ook bijvoorbeeld in de veiligheidssectie gebeuren, waarin dus politie preventief mensen aan het oppakken is op basis van intelligente camera's. We gaan dus heel erg ook kijken van wat is het begrip privacy nog? Privacy verdient een herdefinitie. We gaan ook naar een wereld toe waarin consumenten zelf hun eigen data gaan bepalen. Het is niet meer dat de organisaties alles van jou weten, maar je weet zelf heel erg goed wat jouw behoeften zijn en wat jouw wensen zijn. En daarop ga jij organisaties op afrekenen. Echt de essentie is dat we, als we naar technologie kijken, naar al die gadgets, is dat wij als mens ons hebben altijd moeten aanpassen aan technologie. We zien nu de grote omslag gebeuren. De mens komt centraal te staan. We zien een machtsverschuiving, hè, van de kerk naar de staat, naar grote organisaties, naar uiteindelijk ad hoc klantgroepen. Dat is waar we heen gaan. Je ziet het ook in technologie gebeuren, dat technologie zich aan ons gaat aanpassen. Dus we kunnen weer menselijk worden. En dat is de essentie waar we naartoe gaan.